Zeker, ja, ja. Een hele goede dag weer allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn VVV. Mijn nieuwe werkweek gaat beginnen. Ik begin met 4 standbys en daarna nog een vlucht naar Ibiza. Ze belden net dat ze me nodig hebben voor een Marrakesh. Dus we gaan vandaag naar Marokko. Een tijdje geleden dat ik daar geweest ben. Eens kijken hoe de luchthaven eruit ziet. Kijk ik net eigenlijk even in mijn rooster, zie ik dat er ook doorgaan naar Casablanca, dus het wordt een lange dag. Ik denk dat we een uurtje of twee vanaf landen. Hier is de Marrakesh, 3:25 vliegen met 157, 4 passagiers. Daarna, na een korte stop, gaan we door naar Casablanca. 1:27 minuten, holarie, holario, met 71 passagiers en een baby. Ja, staan we met ons goede gedrag. Alle passagiers zijn aan boord. De deuren zijn gesloten. We hebben de veiligheidsdemonstratie gedaan. Maar alle koffers van de passagiers die moeten nog beladen worden. En ze zijn nog niet bij het vliegtuig. We wachten geduldig even af. Die wij nu een stewardess mee hebben. Dat is deze jongeman. Hallo, Mohammed. Die gaat me even helpen met afval ophalen. En hij vond het heel erg leuk om te helpen, toch? Zeker. Dames, wat gaan jullie doen? We gaan lekker brownies maken aan boord. Is dat lekker? Ja, uiteraard. We zijn lekker bezig. Het gaat zitten lekker ruiken. Ja, waar gaan we nu heen? Eerst naar Marrakesh nog, hè? Eerst naar Marrakesh. En dan naar Casablanca. En dan een volle vaart terug naar huis. Oké. Amsterdam, Marrakesh, Marrakesh, Casablanca, Amsterdam. Wordt het iets later vandaag, maar opeens voelde ik wat in mijn vinger. In kijken zit er een splinter in, mijn collega gaat het zo even weghalen. Ze heeft een pinzetbijder, dus dan gaat het vast wel weer goed komen. Dit is Myrna. En Myrna gaat mijn splinter uit mijn vinger halen. Hier, daar zit hij. Ik word helemaal zenuwachtig. Auw! Thank you. We gaan even lekker een kopje koffie en kopje thee nemen. Okay. Lekker brownie erbij. En dan zijn we alweer bijna. En dat om 10:01 straks. Nog zeker. Mooie tijd voor een brownie. Ja, een kopje met een brownie. Ja, zeker. Ja, ja. Het is smakelijk. Dus het is nu nog een nachtvlucht. Dat betekent dat we elk kwartier door het gangpad gaan. De collega's zijn al geweest, dus ik dacht, laat ik het nu maar even door het gangpad gaan. Om te kijken of mensen geen hypoxia hebben. Zuurstof te maken. We hebben het om nachtvlucht te doen. Ga ik links en rechts even kijken of iedereen nog oké is. Nou, vandaag ben ik opgeroepen voor een bari. Ik was standby, een zogeheten oproepdienst vanaf 2:00 PM tot 22:00 PM. En ze hebben me opgeroepen voor een vluchtje naar Bari, dus wat ik al eerder vertelde. Komen aan boord, iedereen aan boord, krijgen we een slottijd. Zo ongeveer over 3 kwartier mogen wij vertrekken. Het kan natuurlijk gebeuren, maar vandaag is een van de redenen de drukte boven Duitsland en het slechte weer boven Zwitserland. Dus we moeten even wachten en daarna kunnen we vertrekken. Gelukkig heb ik leuke collega's bij me en de passagiers zijn heel relaxed. Dus dat gaat wel goed komen, denk ik, zo dadelijk. Nou, er zijn een aantal passagiers die hebben thuisbezorgd besteld, dus ik ga even thuisbezorgd bezorgen. Dus jij bent het bezorgmeisje? Ik ben het bezorgmeisje. Het enige echte beste bezorgmeisje van thuisbezorgd. Zeker, dat ben ik vandaag. Wat hebben ze allemaal besteld? Lekker sushi. Rijsttafeltje, Caesar salad, dus dat komt er nu aan. Het ziet er goed uit. Ja, hè? Het is 8:30 nu.
Terwijl we eerst op zitten, 10 van 9 landen zijn we op Bari. Hebben we allemaal gelukkig even kunnen eten, alhoewel de passagiers best wel veel besteld hebben. Mijn collega heeft ook kunnen eten. Ik heb ondertussen nog even passagier geholpen met koffie, thee, limonade. En ze gaat zo de cadeauartikelen nog even doen. Word ik opgehaald. Hoor maar. Door de enige echte. Kijken of we er zien. Sam. Yo. I'm here. We're going to Ibiza. Doei. Omgeving P30. We gaan zo lekker naar de bus. Ja, gaat goed hoor. We zijn weer op Ibiza aangekomen. Het is hier benauwd. Ik denk dat het onze graden is tijdens rondje 35 of zoiets. Bijna, het is ietsje koeler. Volgens mij 130 graden. Oh, rond de 30, maar het voelt wel eens 35. Ja. Nog even en dan gaan we weer terug, een klein uurtje en dan zijn we weer weg. Maar dit is dus Ibiza. In het donker. Ik ben Koes. Ik ben Nathan. We zijn 15 jaar oud. Allebei 15? Ja. Wat hebben jullie gedaan op Ibiza? Wat hebben we gedaan? Lekker gechillen met z'n allen, gegeten met z'n allen. Een beetje, wat vakantie eigenlijk is. Beetje helemaal, feesten. Ja, helemaal niks. Zeg, hè? Beetje feesten. Ja. En waar zaten jullie in Ibiza? Dat vlak bij Escona. Ja, oké. Wat vond jij het leukste aan Ibiza? Ons villa. En wat vond je het minst leuke aan Ibiza? Muggen. Wat? De muggen. De muggen. Ben je gestoken? Ja, helemaal lekker gestoken. Helemaal. En jij? Ik ben ook aardig gepakt. Oké. We zijn aan het uitstappen hier op Amsterdam. We komen uit Ibiza. Laatste vluchtje van deze week. Bedankt weer voor het kijken allemaal. Ik hoop dat je weer een beetje genoten hebben van deze week. En wij zeggen... Wel rustig, wij gaan zo naar huis. Tot de volgende keer.